Gaat het goed, meneer? Ja, prima. Ja? Alleen, moet harder beginnen vriezen. Dus dit is te weinig. Anders duurt het 3-4 nacht. En als het min 5, min 6, dan lukt het met 3 nacht. Dit is een nieuwe ijsbaan, hè? Dit is een nieuwe ijsbaan. En gaat alles goed op dit, tot nu toe? Tot op heden gaat het treffelijk. Geen jeugd die dingen vernielt? Nee. Nee? Wel goede sociale controle. En mensen op attenderen van wat het wel en niet kan. De acceptatievermogen is nog steeds beter. Ja. En mensen hebben in de gaten dat het leuk plekje is. Ja. Maar ik denk dat veel plaatsen hier jaloers op zijn, want dit ziet er echt prachtig uit. Ja, ik denk het ook wel. Dus maar de meeste hier zijn van het kan niet beter. Ja, alles bij elkaar. De speeltuin. Ja. De speeltuin en dan de oudjes daar. Op je plek. Die kunnen ook wandelen en traplopen en bewegingen maken voor de schoenjes voor de beweging. Ja, in voorgaande jaren, waar was toen de ijsbaan hier in Beltrum? Op het ABC Theaterrein. Dus nu wordt het gebruikt voor de bewoning. Ja. Voor statuswoning. En dat is ook heel goed. Dus ik ook een ijsbaantje voor laten liggen. Ja. Heeft u al iets beoordeeld of heeft u al het ijs bekeken? Kunnen we dat even doen? Of? Ja, ik heb wel al beoordeeld dat ik kan met de vinger, het moet wel 3 centimeter dik zijn. Ja, ja. Er is nu nog maar 1,5 centimeter dus waterstand aan de linkerkant. Omdat de baan afloopt, dus er zal nog 1,5 centimeter water bij je moeten. Dus minimaal 3 centimeter tot 5 centimeter is acceptabel. Anders kijk je van de witte ijs, ja. Brokkelt daar gelijk af en ja, dan is die 1 of 2 dagen schaars is afgelopen. Maar u heeft al een titel in Beltrum, hè? De ijsmeester. Ja, in de volksmond. Ja. Ijsmeester, ja. Kom als je meer op de baan bent dan thuis. Maar dat hoort er gewoon bij. En wanneer verwacht u de eerste schaatsers hier? Nou, ze wilden nu al op, maar dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat wordt, ik hoop het woensdag, eind van de middag of anders donderdag. Dus dan moeten wel harder beginnen vriezen. Ja. En anders wordt het vrijdag. En hier kun je denk ik ook mooie ijshockey doen, ja, of niet? Dat is ook de bedoeling. En, we kunnen mooi de baan in tweeën delen. Dan kunnen hele kleintjes kunnen rustig door met de schaatsjes. Ja. En wat de grotere jongens die kunnen een mooi half veldje ijshockey. Nou, als het zover is, dan horen we het wel. Kom maar eens een keer kijken. Ja. Succes! Ja, dankjewel.